Nee, ja, dat, dat is natuurlijk zo. Maar toen kregen we misschien corona en dan was daar ons helemaal op focus. En nu zie je gewoon dat, dat we dat met elkaar willen oppakken. En het helpt ook, we hebben ook eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... wel iets nodig als afdeling om ons gedachtegang een beetje van die corona af te krijgen. Het verbindt ook om met, met z'n allen zo'n project te gaan doen. Want jullie eerste zorg is mensen beter maken. Eh, corona hebben we dat gezien. Hoe, hoeveel van die jassen gingen er niet doorheen ja. bij corona? En je moest het steeds weer wissen bij elke patiënt, weer zo'n nieuw ding. En hup, de rest in de prullenbak. En mensen zeggen: "Ja, jullie zijn er ook om mensen beter te maken, niet om het klimaat op te knappen." Ja, maar dan vind ik bedoel wij oh we zijn er om de gezondheidszorg, maar als je nu ziet hè, wat je net zei, 300.000 ton afval en wat allemaal in de verbranding, hè, want er is een wet dat ziekenhuisafval mag niet gescheiden worden, moet nog verbrand worden. Dus we hebben al gevraagd aan, aan minister Jetten kom met een andere wetgeving, help ons. Hij was hier laatst toen u er ook was en toen zag ik dat u aan ja, na ik de, ben de uitzending, die ging raad, er gelijk achteraan. Aan. Hij belooft dat hij een noodwet zou maken. Ah. Nou, ik zit, ik heb helaas zijn nummer niet. Um, maar, maar aan de andere kant die CO2 uitprint, hoeveel wij denken. Kijk, je weet niet hoeveel energie een ziekenhuis verbruikt. Wij hebben in het Erasmus zijn we een nieuw gebouw in 2018 erin gegaan, dus wij hebben de modernste techniek. Maar om uh, steriele lucht te krijgen op de OK-kamers OK heb je ongelofelijke flow nodig. Dus het Erasmus verbruikt net zoveel energie als de stad Barendrecht in Rotterdam Zuid. Echt waar? Ja. En dan, en dan vraag je aan onze bestuurders, uh, maar wij nemen dan hopelijk toch wel groene stroom af. En dan zeggen ze ja, dat kan, maar dat is wel heel kostbaar. En we hebben al zo'n probleem met, met oplopende kosten. En die begrijp ik ook. Mooi.